Na een zeer lange wedstrijd konden de Canariërs hun eerste punten behalen. 2-1 werd het hier op Staaien. We blikken even terug met de beide coaches. We starten met de coach van de tegenpartij, meneer Prudhomme. Welkom. Wat is uw analyse van deze wedstrijd? Dat was inderdaad een zeer lange wedstrijd, maar dat, heeft ook een dat is ook een reden voor, hè, dat de wedstrijd heeft lang geduurd. Mijn analyse is simpel. We hebben op sommige momenten verdedigend fouten gemaakt. Die zijn direct afgestraft geweest. Met name bijvoorbeeld Bastia die een duel verliest in midden en op de eerste doelpunt en daarna Chimirot voor de verdediging. En op die andere kant hebben we heel veel kans gecreëerd. Een dosis pech, want de bal ging er niet in en op de kader. En ook misschien een dosis dat we hadden beter kunnen doen. Waarom? Als je ziet in een wedstrijd op de twee kanten dat je fouten doet dat je normaal niet doet en aanvallen dat je fouten doet dat je normaal ook niet doet, dat wil zeggen dat er een reden is. Heeft dat te maken met de kwaliteit van een ploeg? Nee. Dat heeft te maken gewoon met het feit dat je speelt op een speelveld die totaal anders is dan gewoon. En we hebben heel veel moeilijkheden gehad met de manier van hoe de bal rolt, de manier hoe de bal botst. We hadden altijd een tijd te veel nodig, misschien voor een controle, en we konden niet onze snelheid brengen. Qua mentaliteit kan ik niks zeggen aan mijn ploeg, ze hebben alles geprobeerd. Ik denk dat wij minimum één doelpunt zelf in die omstandigheden hadden moeten scoren. We hebben het niet gedaan. Sint-Truiden heeft perfect afgewerkt, dus alleen de doelpunten tellen in voetbal. Dank u wel en nog veel succes. Coach Proficiat, uw analyse van deze wedstrijd? Een moeilijke week. Ik denk als je een pandoring krijgt van 6-0 op Club Brugge, dan dat zien er een tijdje na. Komt erbij in de kranten en ook ikzelf heb me eraan bezondigd dat er heel veel aandacht ging naar wat er niet was en minder naar wat er wel was in je groep. En de groep, ik denk dat die gedurende die week vooral de steun bij elkaar hebben gevonden in de samenhorigheid die moeizaam in die voorbereiding te vinden was, is dan ontstaan. En we hebben deze wedstrijd tegen een impressionant standaard de week ervoor tegen Zulte. Wij hebben heel veel durf, heel veel lef aangepakt en wij, de jongens vooral. En dan is dat fantastisch om te zien dat rendeert. Dat je daar verdient die twee doelpunten maakt. In hoge recuperatie, in snelle omschakeling. Dat vooral het gewicht van Johan Boli meespeelde. Ik denk dat hij heel veel zuurstof geeft aan deze club. En aan dit elftal. En dat geeft ons de mogelijkheid om bij te sluiten. Het is geen toeval dat juist de twee jongens achter hem de doelpunten maken. En mooie doelpunten. Dus dat is een mooi verhaal. En laat ons ook bescheiden zijn in dit verhaal. Standaard heeft een rits kansen gekregen na die penalty. Uiteraard zou je zeggen, gaan zij vol voor die overwinning. Een aantal jongens bij ons hebben weinig trainingsarbeid in de benen. Zeer weinig minuten ook. En dan gaat dat tellen. En dan vallen die kwetsuurtjes uit. Dan valt die vermoeidheid. En dan is het echt stand houden. En dat brengt iets heroïs natuurlijk naar boven. Dat publiek zit er vol achter. Maar dan voel je één. Dan heb je één gemeenschap, één STVV. En dat is wat wij al zo lang prediken. Dus dat is mooi. Ik denk dat wij het geluk, de volharding en de doorzetting dat wij daardoor verdiend die drie punten thuis hadden. Dank u wel. Dat was het voor vandaag. We gaan nog verder met de vragen van de journalisten. Graag tot een volgende keer. Monsieur Prudhomme, quand était-il de l'AIFIS? Oui, parce que donc on est venu s'entraîner avant-hier ici, vous le savez. Et hier, on s'est encore entraîné sur notre surface synthétique à Sclessin. Et là, lors de l'entraînement, il s'est tordu la cheville, tout simplement.